29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we pass time. Als je aan het praten, meisje, als je met jezelf bezig. Daar dus 27, op mijn telefoon 26 en daar 29. Dus ja, hoeveel is het nou? Ik niet weten. Nee, echt niet. Maar dat maakt niet uit. Ik ga dus lopen. Ik moet enkel nog weer even naar het toilet toe om een kleine boodschap te brengen. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer vrijdag, de 8e van de 9e, 2023. En we leven alweer reeds om 3:03. Ja. Dus twee dezelfde getallen. Maar ja, de computer geeft hij aan 15:03. Ja. Maar in ieder geval, maakt niet uit. Ik ben laat, expres, want ik was zo moe. Ik kon niet meer. Was je aan het praten, meisje? Was je met jezelf bezig? Hé? Dat mag hoor. Hé? Ja, want wij worden wakker in een nieuwe wereld, hè? Ja. Wij zijn best met onszelf bezig, hè? Ja. Ja, hè? Ja. En daarom zijn we dan ook laat. Ja, omdat we ook naar binnen treden bij onszelf en ja. De dingen loslaten van het verleden. En proberen opnieuw op te starten. Ja. En dan met je benen op de aardse vloer gaan staan. En tenminste met je voeten. Met je benen gaat niet. Er zitten nog voeten aan. Jij. En jij. Hier, de plukken haar zit er naar je. Ja, vind ik ook een kind. Hé? Ja, groot gelijk. Ze heeft helemaal gelijk. Ja. Maar in ieder geval, dan ga je met je voeten even lekker op de grond staan. Met je blote voeten, desnoods of koude voeten. Mag ook nog. Maar geen schoenen aan. En ja, doe even je ding. Wees even bezig dat je lichaam weer loskomt, et cetera. Komt alles goed, ja. En ik zal even dat eraf plukken. En dat met haar aan de nagels. Wel haar eigen haar, maar het moet wel even eraf. Zo, en ik heb mijn broodjes en ik heb koffie. Als ik dat op heb, ga ik met de meisjes uit. Ik moet nog wel lippenstift op, maar dat komt straks wel. Ik wil eerst even eten en van koffie kunnen genieten. En ja, dan vanavond weer lopen voor KWF. En morgen nog twee avonden te gaan. Ja, ik hoop dat het lukken gaat. Dus, en hoeveel geld ik binnen heb gehaald. Ga ik nou nog niet zeggen? Nee, want ik moet nog twee avonden. Dus ja, komt allemaal goed. En we houden gewoon lekker vol goede moed. En komt ook wel goed. Ja, als je maar erin geloven wilt dat God ons helpt. Maar je moet het zelf ook doen. En het aan willen gaan. En ook met jezelf moet je het aan willen gaan. Ja, neem die rust om het met jezelf in het reinen te komen. Laat het verleden met rust. Kom daar niet meer aan. Die oude pijnen zullen naar boven komen. Heus wel. Maar verwerk dat op jouw manier. Doe het op jouw manier. Ga desnoods lekker even op je bed leggen. Lang uit of buiten in de schaduw. Want het zonnetje is te warm. Ga op je stretcher leggen. En gooi het voor je af. Maar je zal misschien nog wel gaan huilen. Maar dat hindert. Dat hindert niks, maar doe het wel. Ik doe het ook. Maar oké, lieve vrienden, geniet van alles en geniet een beetje mee.
Zo, lieve vrienden. Ja, ik ben een klein beetje later dan normaal. Normaal ga ik 5 uur de deur uit. Het is nou 17:21. Heb ik bewust gedaan dat ik even lekker eerst voor mezelf kon zorgen. Lekker relaxed, lekker slow, want het is wel nog steeds 27 graden. Aan die kant 29 graden, daar. En hier 26, zegt hij op de telefoon. Even kijken. Ja, kom maar. Cookies, wat moet ik nou weer met cookies? Hier zegt hij 26, daar zegt hij 27. Ik ga daar nou ook niet vragen, want dan hebben jullie er weer last van. Ja, en ik heb ook een nieuwe volger buiten. Een volgster is het, want het is een vrouw. Ja, die woont hier vlakbij. Het is een schat van een engel, van een mens, ja. En die heeft er ook een en dan gaat hij bij haar ook reageren. Dus dat hoort dus maar niet, hè. Nee. Dus daar dus 27, op mijn telefoon 26 en daar 29. Dus ja, hoeveel is het nou? Ik niet weten. Nee, echt niet. Maar dat maakt niet uit. Ik ga dus lopen. Ik moet enkel nog weer even naar de toilet toe om een kleine boodschap te brengen en naar mijn lippen te kijken. Zo ja, dan moet die nog aanstiften. Ik heb net allemaal al goede medicatie ingenomen. Van de DA. Ik maak reclame, maar ik word niet gesponsord. Ga ik toch eens eventjes met ze over praten, ja. Dr. Vogel, nou Dr. Vogel zelf is al lang al overleden, dus die kan me niet meer sponsoren. Maar daar de druppeltjes voor mijn maag. Pillen, omdat ik moe ben. En dan, nou, net zoiets als, de D3-tabletten allemaal, hè. De vitamine-tabletten. Laten we dat maar zeggen. Dus daar heb ik ingenomen. Rollator staat er klaar. Mijn jasje heb ik schoongemaakt, want ik had gisteren wat geluk op mij gekregen. Op mijn barst en op de plank waar je op zitten kan van de rollator. Maar ook op mijn jasje zat wat. En die niet vergeten, die zou ik bijna gaan vergeten. Mijn pasje, dat ik moet laten zien wie ik ben, als ze erom vragen. Toch staat er geen foto op. Ja, er moet eigenlijk voortaan een foto op dan, hè? Zou je haar zeggen. Maar dat staat er niet op. Nee. Dit is de collectantenpas, ja. Nou, dat moet je kunnen laten zien. Nou, hij zit normaal met een taaierip aan dat bord vast. Maar dat handigt mij niet lekker, want dat ging zeer door die taaierip. Dus ik heb hiervoor gekozen om hem in te zielen. Nou, dat heb ik niet meer, dus ik heb het gewoon in een plastic hoesje. Plakband dichtgemaakt, een gaatje erin waar het ook al een gaatje in zat. Maar nu zie ik wat niet deugt. Hij moet even verder draaien. Kom op. Nee, nou is hij eraf. Dat moet nou ook weer niet. Hij moet er weer in. Zo. Ja. Zo. Zo moet hij. En dan doe ik dat zo meteen als ik naar het toilet ben geweest, dan bind ik dat daar weer vast. Ja, en jullie gaan natuurlijk uiteraard mee. En ik hoop dat ik wat zie. Maar ja, helaas, pindakruis, je moet me maar net wel tegenkomen. En ik weet wel wat leukste er staan hier heel dichtbij. Maar die heeft de deur open en degene die daar woont, nou ja, sorry belori, die ken ik wel uitkotsen. Het is een man, alleen. Ik heb hem tot 3 keer aan toe uitgenodigd. Nou, 3 keer te veel, want... Nee. Hij komt niet opdagen. Hij laat je gewoon wachten, hè. Ja. Ik mag die hele vent niet meer. En ook, hij ziet er trouwens ook niet uit. Maar ja, je denkt als buren zijnde, hè. Dan huppata. En, maar nee. Maar die hebben wat moois voor de deur staan. Het is openbare weg, dus ik mag het doen. Maar ja, ik wil niet hebben dat hij het ziet of zo, weet je. Maar ja, oké. Dat is dan voor een short, hoor. Maar misschien kom ik er vandaag of morgen kijken dat ik het wel even kan doen, ja. We zien het wel, we zullen het beleven. Maar vrienden, ik zou zeggen, geniet een beetje mee.
Hallo? Elding? Kiekeboe? Ik denk die valt er zo wat uit. Maar ja, in ieder geval. Jullie gaan lekker gezellig mee. Jullie gaan in de tas. En jullie weten het. God, die houdt over ons de wacht en die gaat ook met ons mee. Ja, toch? We gaan gewoon met elkaar. Ja. Ik zou zeggen, smakelijk eten, bon appetit en een hele fijne avond alvast. Ja, lieve vrienden, het is alweer reeds 9:15 in de avond. Ik ben net weer thuis, maar ik heb ook gelijk tevens de meisjes weer uitgelaten. Ja, dat ik meen dat 3, ik zal even kijken. Historie. Wandelen. 3,16 kilometer gelopen. Ja, ja. Doet me maar eens na, terwijl je lichaam zo is zoals die van mij. Velen die... Nou, die doen het al na 1 kilometer niet meer. Maar zit ook wel tevens gelijk ook de route van de meiden bij, hoor. Dat is ook 1 kilometer. Dus dat loop ik sowieso al iedere dag een aantal keer. 1 kilometer met die meiden. Dus ja, en dan dit er weer bij. Echt. Maar ik ben blij dat ik weer thuis ben. Nou, nog 1 avond en dan hebben we het weer gehad. Ja. Ik heb geen sms'je gehad. Dus even kijken of we het er wel bij hebben geschreven. Ja, jij krijgt, je mag zo naar buiten. Ja. Ik ben nu maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 4 avonden bezig. En ik heb €430,50 opgehaald. Helemaal toppie. Ja, nog 1 avond. En ik hoop dat ik daar een hoop los kan peuteren waar ik morgenavond naartoe ga. De 11e kroegentocht, zeg ik dan altijd. Ja. En dus, we wachten het af. Als ze daar geld voor hebben, hebben ze hier ook geld voor. Ja, toch? Ja. Dus, het komt helemaal goed. Ik ga nou voor de beestjes even zorgen dat ze wat lekkers krijgen. En dat ik zelf wat te eten krijg. En een bak koffie krijg. En dan ga ik televisie even kijken. En dan ga ik een vlog in elkaar zetten. Dus ik heb nog een hoop te doen. Maar, ik wens jullie in ieder geval een hele fijne avond verder. En geniet ervan. En tot later. Zo, lieve vrienden, ja, ik ben er weer en het is al heel erg laat, zeker vroeg in de ochtend. Het is namelijk 3:57 en ik moet nog naar mijn bedje. Ja, dus we gaan er hardlopend erheen. Althans, op mijn manier, want hardlopen, dat lukt me niet, nee. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, welterusten allemaal. En voor de laters die net zo gek zijn als ik, ook welterusten, slaap lekker met mooie dromen. Uiteraard straks over een paar uur weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het allemaal, hè? Ja, God houdt over ons allemaal de wacht. En ik zeg daarom graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!